Volgens de RIVM houden meer mensen zich momenteel aan de coronamaatregelen. Mensen gaan minder vaak op pad en geven aan vaker 1,5 meter afstand te houden. Welke maatregel vind jij het lastigst om je aan te houden? Maximale aantal personen in de ruimte. Want ik vind wel, het is gewoon een beetje gek dat je dan op school, zeg maar in de kantine mag je wel gewoon met iedereen van alles doen. En zeg maar, dan thuis mag je maar met 4 personen of zo. Dus dat vind ik wel lastig, omdat je dan die vrienden die je dan op school ziet, wil je dan eigenlijk ook gewoon thuis uitnodigen. Als ik het iets moeilijk zou vinden, dan is het toch wel dat ik mijn kleinkind niet die bij me op bezoek zou komen. Dus ik zeg heel eerlijk, die maatregel, ik ben zelf pas 55, die sla ik over. Ja, dat is eigenlijk de lastigste om die afstand te houden. Want je staat in een winkel of wat ook. Je staat heel gauw naast iemand. Of als je iets uit de rek wil pakken of dat soort dingen. Dus dat vind ik de lastigste eigenlijk. Mondkappen vind ik geen probleem. Thuiswerken vind ik geen probleem. Testen, dat soort dingen niet. Maar inderdaad, 1,5 meter is lastig. En soms merk je zelf, ik sta er dichtbij, dus dan neem je afstand. Maar ook anderen komen dichtbij. Dus dat vind ik, dat is een hele lastige, vind ik wel. Want in mijn werk kon ik geen 1,5 meter afstand houden. Dat was heel moeilijk. En privé moet je er gewoon bewust aan denken. Want anders dan gebeurt dat ook nu met het winkelen en dergelijke. Moet je toch zelf alert zijn. Want anders gebeurt het nog niet zoveel. Nee. Ik denk met mensen afspreken dat je gewoon moet opletten met hoeveel mensen er achter de deur mogen en zo. Dat het gewoon lastig is om dan niet iets leuks te gaan doen in het weekend of zo. Ik denk dat het lastig is. 1,5 meter, want als ik gewoon met vriendinnen ben, kan ik niet echt afstand van ze houden of zo. Nou, voor mij zijn ze geen van allen moeilijk. Gewoon handhaven en klaar. En ik doe dat ook braaf. Dus, en ik vind het niet moeilijk. Ja, dan wel de aantal mensen dat op bezoek mochten komen. Want je wil wel gewoon bijvoorbeeld met je vrienden afspreken. Of gewoon een avondje gezellig iets doen. Dat kan dan niet. Dus nee, dat wel.